Elke dag even de tijd nemen om te lezen in de Bijbel en na te denken over wat je las. En dat samen met anderen bespreken. Daar wil dit boek je bij helpen. Vreemde Vreugde bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten, elk voorzien van een video met een Bijbelstudie over 1 Petrus. Vervolgens verdiep je je thuis verder in het thema met 5 dagstudies. Zo kun je de groepsbijbelstudie combineren met je eigen stille tijd. Dat klinkt simpel, maar het vraagt een keuze en toewijding. Tegelijk biedt het ongelooflijk veel, want als je met Gods woord aan de slag gaat, dan zul je merken dat de Geest met jou aan de slag gaat. 1 Petrus stelt actuele vragen. Hoe is het om als christen te leven in een samenleving die verre van christelijk is? Wat betekent het om een vreemde te zijn in deze wereld? Dit Bijbelboek leert je om vast te houden aan de vreugde. Vreemd, maar heel opbouwend.